Dus tot nu toe gaat het prima. Lekker bezig met de kraan. Dus, en in een mooie omgeving van Amsterdam. Wat wil je nog meer? Deze week zijn de werkzaamheden gestart op de Panamalaan. Het fietspad en de rijbaan worden aangepakt. En dat betekent dat de Panamalaan dicht is voor autoverkeer in de richting van de Piet Heintunnel. En ook fietsers hebben te maken met een omleiding. De verkeerssituatie is een beetje veranderd. Nu moet ik één keer oversteken in plaats van hier één keer oversteken in plaats van daar één keer oversteken. Ja, nou ik moet dus vanaf daar kom ik voor school. En het is hier dus afgesloten, dat is best wel onhandig. Maar als een nieuw goed fietspad komt, is dat best wel fijn. Op de Panamalaan verwachten we steeds meer fietsverkeer. Mede door de nieuwbouwprojecten op zowel Zeeburgereiland als Eiburg. Daarom komt hier aan de oostzijde, aan de waterkant, een breder tweerichtings fietspad. Ook is de rijbaan aan vervangen toe. Daarom komt er een nieuwe asfaltdeklaag op. Ook worden de voetpaden opnieuw bestraat, zodat alles er weer recht en netjes bij ligt. We zijn nu aan het ontkisten en dan gaan we daarna weer zand eruit halen en daarna gaan we weer alles opnieuw bouwen. Dit was het weer! We beginnen aan de oostzijde. We zorgen ervoor dat er genoeg ruimte is om een breder fietspad aan te leggen. Daarvoor moesten een aantal bomen tijdelijk verplaatst worden die na de werkzaamheden weer terugkomen. Als de oostelijke fietspad en ook de oostelijke rijbaan afgerond zijn, dan verplaatsen we eigenlijk de werkzaamheden naar de westkant, aan de spoorzijde. En daar gaan we ook aan de slag met de aanhechting van het nieuwe asfaltfietspad en ook de nieuwe rijbaan die weer een nieuwe asfaltdeklaag gaat krijgen. Nou, het is wel fijn dat ze breder maken, dan heb je meer ruimte. Gewoon een nieuw fietspad, want vaak heb je dan van die gaten en dan vullen ze het op met asfalt en dan heb je allemaal hobbels. Dat is een beetje onhandig. Ik denk dat het goed is en er komt ook groenvoorziening. Dus ik denk dat het voor de buurt, ik denk dat het mooi gaat worden. Voor nu wat hinder, maar het is voor een goed doel. Laten we het daarop houden. De Panamalaan ligt in het oostelijk havengebied. En ooit vertrokken hier grote oceaanreuzen en waren er duizenden mensen aan het werk. In de jaren 60 van de vorige eeuw was er een snelle terugval te zien in de bedrijvigheid. Uiteindelijk besloot de gemeente in 1982 het gebied hoofdzakelijk een woonbestemming te geven. Terug naar de werkzaamheden. Er komt sowieso meer ruimte voor de fietser, maar ook krijgen we groenere bermen. Die worden ingezaaid met bloemrijke mengsels. En ook wordt de middenberm, of de middeneilanden, die worden een stuk groener. Dus dat is eigenlijk een groot verschil met hoe het ervoor uitzag. Vorige week was de fiets te vinden in het Vondelpark. En het zadelhoesje is gewonnen door Patrick. Wil jij hier ook kans op maken? Laat ons dan weten waar de fiets deze keer staat. Uiteraard zijn het wel werkzaamheden op straat, dus er is ook geluidsoverlast. Het fiets- en voetgangersverkeer heeft te maken met een omleiding tot en met 11 november. Dus dat is eigenlijk de fase aan de oostzijde. Daarna is het fietspad en het voetpad weer toegankelijk. Het autoverkeer richting de Piet Heintunnel heeft gedurende de hele uitvoeringsperiode te maken met een stremming en dus ook een omleiding. Het verkeer in de andere kant op in zuidelijke richting kan ten alle tijde doorgang vinden. Oh, it's okay. They did a good job to indicate where to go. Buslijn 22 heeft ook te maken met een omleiding. Die kunnen helaas sommige bochten niet maken. Dus daarvoor geldt gedurende de hele uitvoeringsperiode een omleiding. De werkzaamheden duren tot 20 december. Dus hopelijk ligt alles er weer netjes en keurig bij voor de kerst. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer. Oh ja, ja.